We staan hier bij het Olympisch Stadion en ik heb hier de dames voor me van het Paralympische team. Nou, het is vandaag natuurlijk de dag van de zorg, 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, waarbij we alle zorgmedewerkers eens even heel goed in het zonnetje gaan zetten. Nou, jullie hebben natuurlijk allemaal best wel veel van doen gehad met zorg, kan ik me voorstellen. Kunnen jullie vertellen wat voor verschil zij eigenlijk maken? Ja, zeker. Ik ben geboren zonder arm en been. En doordat eigenlijk al die mensen in de zorg mij behandeld hebben en geopereerd hebben en eigenlijk voor mij gezorgd hebben toen ik kind was, ben ik nu een zelfstandige volwassen vrouw die eigenlijk op zichzelf kan leven. Dus eigenlijk is dat voor mijn leven heel belangrijk geweest. Ja, en je kan ook echt mega goede prestaties neerzetten. Je bent echt een topsporter. Kan je eens vertellen wat je hebt bereikt? Nou, ik doe nu 10 jaar aan Paralympische atletiek en in die 10 jaar heb ik inmiddels al 2 wereldrecords op mijn naam gezet op de 100 en 200 meter. Een aantal medailles gewonnen, maar met mijn belangrijkste medaille is eigenlijk dat ik dubbel Paralympisch kampioen ben geworden in Tokio. En kan je ook stellen, hè, want daar werk je echt keihard voor, maar kan je ook stellen dat de zorg daar aan bij heeft gedragen? Ja, zeker. Buiten dat er natuurlijk hele goede zorg is. En, ik ben een jaar voor de Spelen geopereerd aan mijn knie door een blessure. En door eigenlijk de goede zorg heb ik ook goed op de Spelen kunnen staan. Maar ja, ook gewoon zodat er om me heen alles goed verzorgd en dat fysio is eigenlijk heel belangrijk geweest dat ik kan toppen, kan presteren. En Fleur, misschien heb jij wel een leuk voorbeeld, want je kan natuurlijk hele goede zorg leveren, gewoon echt kwaliteit. Maar ik kan me ook voorstellen dat degene die voor je zit, de persoon, dat heel erg waardevol is. Heb je misschien een voorbeeld waarbij je dacht, nou, toen was ik echt zo blij? Nou, eigenlijk wel. Dan ga ik het gewoon bij naam noemen. Petra Groeneboom, de sportarts van NSC-NSF. We moesten samen een besluit nemen. Ik had een behoorlijke enkelblessure in januari, vlak voor de Spelen. En met haar over gehad wat is het beste voor mijn enkel. En niet wat is het beste voor mijn topsportcarrière, maar wat is het beste voor mijn enkel. En voor het leven daarna. En dat was opereren. Dus dat was de enige optie voor een goed leven, ook voor na de topsport. En daar heeft zij heel erg aan bijgedragen. Ah, wat ontzettend mooi en wat tof dat jullie dat allemaal doen, kunnen en hier ook vandaag staan. Noëlle, wat zou jij willen zeggen tegen alle zorgmedewerkers die vandaag in het zonnetje komen te staan? Nou, ten eerste, het zijn echt helden. Mijn vader werkt in de zorg, in de gehandicaptenzorg. En als ik wel zie hoe druk hij het heeft en wat het soms met hem doet. Het is echt super bijzonder werk, dus dank jullie wel. Nou, hartstikke mooi. Meiden, ontzettend tof dat jullie hier zijn. En we gaan jullie gewoon heel vaak zien nog.